Hallo kijkers van Shine Sprite, welkom bij een gloednieuwe serie. Het is tijd voor Super Monkey Ball Banana Mania. Ik heb de Early Access, dus ik kan iets eerder gaan spelen. Ik heb er super veel zin in. Dit wordt een maandagserie, dus één keer in de week. Mijn idee is eigenlijk om gewoon een uur te gaan spelen en daarvan een leuke video uit te gaan knippen. Ik kan spelen als consoles, maar dat ga ik natuurlijk niet doen. Ik heb een aantal spelers waar ik mee kan spelen. Ik vind eigenlijk of het is de baby of de AI. Ik pak gewoon AI. Ik denk dat we gewoon voor challenge, voor story mode gaan. En dan Jungle Island. En dan gaan we gewoon kijken hoe het gaat lukken. Simpel. Oké, ik denk dat we simpel moeten doen. We gaan zien met de controls. We gaan gewoon zien hoe het gaat lukken. Zo, ik heb hem ietsje zachter gezet voor de zekerheid. Nou ja. Dat is niet aardig van die professor aap. Maar gelukkig ben ik AI en gaan wij die bananen terug zien te vinden. Ik vind dat qua story niet zo heel erg interessant. Main game story mode. En we moeten gewoon bewegen. Oké. Dat is niet echt heel moeilijk, toch? Oh, maar wat zou je krijgen als je alle bananen hebt? Ik ga retry. Even kijken of we dan nog iets krijgen. Ik weet eigenlijk niet of we... Ja, zie je, hier zijn nog bananen. En hier bovenop zijn nog bananen. Ik weet niet of je daar iets voor krijgt namelijk. Ah. Oh. Oké. Okay. Oh. Natuurlijk gaan we op die bananen die hierop liggen. Dan gaan we even checken wat er gebeurt als je alle bananen hebt. En dan merken we meteen of het interessant is om voor de rest ook te gaan doen. Kut, dat is wel gevaarlijk. We gaan nog een keer retryen. Ik wil even weten wat er gebeurt als je alle bananen hebt namelijk. Dit kan best lastig zijn zoals je ziet. Oké, nou dit gaat best wel oké. Oké, ik heb alle bananen. Perfect. Krijgen we dan nog iets? Oké, dit is dus niet interessant om alle bananen te halen. Goed om te weten, want dan gaan we dat ook niet meer doen. Oké, dat was... Ah, ik had hem sneller kunnen halen. Oké, het gaat tot nu toe goed. Go! Oh, we hebben de ene. Oh. Oké. De levels worden natuurlijk uiteindelijk wel een stuk moeilijker. Alleen weet ik niet zo heel goed waarom je bepaalde bananen zou. Andere bananen zou gaan halen, zeg maar. Oké. Ready, go. Ik weet niet zo goed wat die knop doet. Ah, oké. Ga er gewoon omheen, joh. Oké, we staan er op dit moment goed voor. Ready, go. Oké, deze was helemaal easy. Alleen, nog steeds voor mij niet duidelijk waarvoor je de bananen zou halen, zeg maar.
Oké, nu hebben we... wat platformen die kut gaan lopen doen. Gaan we gewoon zo. Dikke zigzag, rotse vlot. Niks meer aan doen. Ik zit wel een lekkere speed in of zo, voor mijn gevoel. Wajo. Valt me nog mee dat ze daar nog van die bumperrandjes hebben neergezet. Want... ik denk dat je op een gegeven moment ook wel tegen de tijd moet strijden hoor. Want de tijd die speelt natuurlijk nog geen rol, maar... oeh. Die ziet er leuk uit als een leuk level. Dit wordt Banana Mania. Oh wacht, zo heet de game. Hier is alle bananen halen bijna onmogelijk voor mijn gevoel. Oh, wacht. Oh. Nee. Kut. Ik kom opnieuw doen. Het is wel een lang level. Plots. Even doen. En 69 bananen. Dat betekent natuurlijk dat je meteen een winnaar bent. Alweer een winnaar. Oh, wat de fuck is dit? Ready, go. Een van de rare tol. Maar het is me gelukt. Dus... oeh, dit is een lange. Oh ja, hier moet je volgens mij goed balans houden. Oké, I got this. No, kut zo. Je moet altijd een beetje denken aan die Mario Galaxy levels. Dat je zo moet balanceren op die bal. Ik weet niet of jullie dan weten welke... minigames ik bedoel. Of welke levels ik bedoel van Mario Galaxy. Dan moet je zo balanceren op die bal. Die levels moet ik altijd voor Justin doen. Dat hij die niet kan. Lots of flaws. Oké, wereld 1 tot en met 10 complete. We gaan het volgende bekijken. Wessen. Ik dacht ook altijd dat er van die bonus levels waren waar je 1 miljoen bananen kon halen of zo. Oh, World 2.1. Ze gaan er al wat moeilijker uitzien, zo te zien. Ah, oh, dat zou ik grappig vinden als het zou lukken. Ready, go. Sega! Kom op Milan, even concentratie erbij. Ready? Go!
Oh. Het nou, jongens. Het begint nou al. Oké, let's go. Dit kan best ook wel eens rage afleveringen gaan op, opleveren hoor, want ik ben best wel bij Monkey Ball iemand die snel raged. Next. Ready? Go! Oké. Yo, wat een level. Oh, wat een kut level. Holy shit. Ik kan die dingen, joh. Ik kan die. Oké, okay, next. Perfect clear complete. Dat is mooi. What the fuck? Ah. Ready? Go. Oh, je moet gewoon rushen. Dan haal je het makkelijk. Als je gewoon rust, dan haal je dat makkelijk. Next mundo. Ready? Go! Oh, what the fuck? Oké. Okay. Okay, nice. Yeah. Lekker bro, lekker bro. Zie! Oh, daarachter had je allemaal nog... Oh, als je hard genoeg gaat, dan kon je die dingen nog halen. Zag je dat? Nog die banana's trossen. Ready? Go! Wat is dit? Oh, what the fuck? Ah, je kan hier gewoon over de zijkantje heen. Die was helemaal niet zo moeilijk als wat ik dacht. Next. Ready? Go. Wow, dat gaat iets sneller dan dat ik deed. Oké, ik een beetje. Ho, 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 ja. Yeah. Easy. Oké, de levels zijn nog niet mega moeilijk of zo. Maar dat gaat nog komen. We zijn pas bij 2 natuurlijk. Oké, wat is dit? Ah, gewoon speedrun! Oh, dat was denk ik niet de bedoeling. Oh, wacht. Als binnen. Oké, okay, we zijn er nu voorbij. Oeps. Ready, go. Ik denk dat we rustig aan moeten gaan. Nou, als je gewoon rustig in het midden blijft, dan is er niks aan de hand. Je moet gewoon niks doen en dan haal je het.
Oeh, dit ziet er wel wat moeilijker uit. Vraag me af wat de verschillende end goals betekenen. Ik zou bijna naar die verste willen, omdat die denk ik het moeilijkst gaat zijn. Hoe moet die dan? Oh. Ik vraag me af wat de bedoeling is van dat level. Oké, okay, what the fuck? Ik vraag me even echt af hoe je dat moet halen dan. Ik wil het eigenlijk blijven proberen, omdat ik intrigued ben. Oh, ik denk dat ik hem bijna had. Ik denk dat ik hem bijna had, oprecht. We kunnen die middelste wel even proberen. Ik wil ook een keer die end halen. Oh, oké, maar die is wel te halen. Die is wel te halen. Ja, ik zei net bij die rode ook. Die is waarschijnlijk ook wel te halen, anders zat hij natuurlijk niet in de game. Ik ben wel gewoon heel erg benieuwd wat... Oh, wat? Dan moet je erin vallen of zo? Je moet toch iets sneller zijn. Want op het moment dat die uitgeklapt is, dan is het zeg maar 2 seconden en is het gone zo. Nog wel sneller voor mijn gevoel zelf. Hoezo heb ik hem dan niet? Ik ben er dan toch? Ik ben heel eventjes aan het bedenken hoe ze willen dat je dat level doet. We gaan wel even kijken of ik gewoon de blauwe kan halen. Want ik denk dat die moet dan makkelijk zijn. Want anders weet ik het ook niet. Oh wacht, dit was niet handig. Dit was mijn eigen schuld. Dit was dom. Ik wou te snel. Dat is ook altijd... Wacht, zit er hier ook wat? Wacht, wat doen die knoppen? Oh. Die zetten de snelheid van de stage. Dat maakt sens. Oké, dat maakt wel sens. Je moet het ook maar weten, hè. Dan moet die laatste te halen zijn. Ik weet niet wat je krijgt omdat ik de rode heb, maar... Extra goal bonus. Is dat het? Oké. Het maakt dus echt niet uit welke je hebt. En deze kan ik ook... zachter zetten. Ja. Deze was dan weer helemaal niet moeilijk. Nou, die van net ook niet als je weet. Die van net ook niet als je weet hoe je. Dat je hem zachter kan zetten. Nou, nu heb ik hem sneller gezet, dat was misschien niet handig. We gaan hem niet sneller zetten. Oké, sneller zetten, ja. Laat bedenken of sneller zetten nodig is. Oh, easy! Hm?
next. Ah, we hebben wereld 2 gecleared. We gaan er lekker snel doorheen. Het wordt een korte serie op deze manier. Ready? Oké, ik kan hem ook weer zachter zetten. Oh, oh, ik leef nog. Ja. Nice. Lekker organic form. Je bent Gonzo. Next. Ready? Go. Oké. We moeten wel even kijken waar de goal zit. Gonzo. Oh, ik zag hem. Ja. Oh, deze is best moeilijk. Je moet een goede ingang van de stopplaats, zeg maar, van de goal vinden. Kut. En ik denk dat het gewoon aan de andere kant is, zeg maar. Oké, hier stop je als het goed is. Kut. Wat een kut level is dit, zeg. Wat een kut level. Oh, oh, oh. Jongens en meisjes, dit gaat niet goed. Wat zo. Nee, ik hoef geen hulp, jongens. Ready, go. Welke Satan heeft dit bedacht? Ik denk bijna dat het hier een stopplaats moet zijn. Ja, ja, dit. Oh, dit was een stopplaats. Leven zit niet mee. In ieder geval zit de Monkey Bell leven niet mee. Ik zou ook wel fijn vinden als je gewoon full camera hebt, zeg maar. Maar dat heb je niet. Dat is very jammer. Okay. Yeah. Gelukkig. Okay, gehaald. Next. Ready? Okay. Wat is dan de bedoeling, jongens en meisjes? Okay. Auto. Oh, dat kan je. Ready, go. Ik wist niet dat je daarin kon vallen. Scheiße. Okay. Noise.
Wat krijgen we nou? Oeh, jellyfishes? Ready? Oh, ik kan hem weer zacht zetten, zo te zien. Oh, bouncies of zo. Even kijken. Oh, ik had ze natuurlijk zachter moeten zetten. Ik weet even niet waar je kan staan, zeg maar. Oké, ik werd wel geraakt, maar dat is niet erg. Dukkie duk. Dit poel is lastig. Oh, good soy. Ready, go. Oh, nu zijn we weer in de snelheid. Oké. Opstuiter, nice. Het helpt niet dat de camera niet heel easy is hoor, om mee te spelen. Het idee van het level vind ik wel erg leuk. Nice. Ja, ze worden wel echt pittig in de levels, maar dat maakt het alleen maar leuk. Ready? Go. Oké, hoe zit dit? Ho, 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 ho. Oké. Nou, dat was best te doen. Dat was best te doen. Driepuntjes, oké, met ringen. Ah, nou die was niet zo moeilijk. Oh, je hebt erachter nog? Even retryen. Je hebt erachter nog meer, of niet? Ja, ja, je hebt ook een rode, zag ik. Oké, ja, je hebt erachter nog een rode, ja, daar gaan we wel voor. Ik vind de... We gaan dan ook wel proberen het moeilijke gedeelte van het level te halen. Oh. Ik met de rip. Ik ben benieuwd wat jullie van deze game vinden. Of jullie het een leuke game vinden. En of jullie het leuk vinden om dit te zien natuurlijk. Ready, go. Oké. Ik heb de eerste keer heel veel geluk gehad, merk ik al. Oh, nu worden we heel ver gelanceerd. Oh. Ik vind dat de reset van het level sneller mag. Nee, dat gaat niet gebeuren, dus dan gaan we maar één keertje over sun.
is. Hetzelfde geldt overigens voor... Oké, dat werkte dus niet. Ik had beter gewoon de groene ding kunnen pakken. Kut. Hetzelfde geldt ook over de camera. Daar zal ik nog echt wel een paar keer over klagen. Want die is niet heel lekker. Ready, go! Want je krijgt eigenlijk ook er niks van. Dat is het nog eens. Kijk, als je er nog wat voor kreeg. We pakken die groene. Je krijgt er verder niks voor, dus we gaan gewoon... Oh, deze herken ik wel van een brandje die ik ooit heb gespeeld. Pakken we natuurlijk. Omdat de bananen toch niet echt iets uitmaken. Gewoon de breedste, het breedste pad, hè? Oh. Go! Wereld 3.7. Oh, oké. Ik heb geen idee hoe ik dit level ga halen. Nee, ik kom met Speedy Gonzales. Dat gevoel klopte. Dat gevoel klopte. Oeh, deze ziet er pittig uit. Een of andere cirkels. Oh, deze moet ik heel even opnemen. Ready, go! Oeps. Oké, dit gaat dus te hard. Je hebt echt voor elk level maar een minuut. Oké. Ik vind dit wel een grappig level. Je merkt dat die cirkels steeds smaller worden. Hoppatee. Yahoo. Oh, dit is de laatste level van deze wereld. Wat is er hier terug dan? Dat is een extra goal, oké. Ah, oké, ik weet hoe ik daar ga komen. Maar voor die extra goal natuurlijk. Oké, het moet dus wel harder. Ik durfde niet hard, omdat ik dacht, maar ja, dan kom ik zeker ergens in een gat te belanden. Bij dit spel is het echt van, vaak een paar dingen gewoon proberen, zeg maar. Oké, kijk. Oké, dit is nog best moeilijk. Oh, je gaat... Oh, ik dacht dit is super easy. Oeps. Die tijd gelukkig niet, hè, want... Oké. Nice, de extra goal gehaald. Ik ben trots op mezelf. Dat was denk ik wereld 3. Ja.
Dat was Wereld 3. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken van deze eerste aflevering van Monkey Ball of Super Monkey Ball Banana Mania. En ik zie jullie graag bij de volgende aflevering weer. Ik heb nog maar één ding te zeggen. Dat is adios, amigos.